Yo, beste kijkers van Coolie Channel, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag ga ik weer Party Games 3 doen op Minecraft natuurlijk. En vandaag heb ik ook een van de kijkers meegenomen, dat is Senne. En we gaan eens even kijken hoe het vandaag gaat. We gaan beginnen met een leuk parcoursje. Hup, 3, 2, 1. Nou, ik bleef er vast hangen. Hup, ja, nee. Nou ja, zeg. De vorige keer, nee. Kom op, let's do this. Val niet in de lava, kom op. En dance. Kom op. Nou. Oh, wacht je. Ja, dit is... Je zult eigenlijk denken dat je de hele tijd naar de zijkant moet. Maar dat hoeft helemaal niet. En... Nou, ik ben helemaal nergens. Oh, wacht. Ik moet heel eventjes snel iets doen. Anders gaat er daar iets grandioos fout. Ik moet daar heel even de shaders uitzetten. Ik heb nog mijn shaders aan. En dat is niet chill op deze server. Dan gaan er daar heel veel dingen fout. En daar heb ik geen zin in. Dus na de potje zet ik heel rap mijn shaders uit. Mijn tactiek, overal naartoe gooien. Lekkere grote rondes. Zodat je ook veel meer kans hebt dat je eigenlijk wat meer kleurtjes krijgt. Ik sta lang niet in de top, maar wie weet gaat het eigenlijk wel goed komen. En ik heb proberen daarboven die dingen te raken. Ja, ik heb ze geraakt. En een grote rondes maken. En ik ben de eerste. Senne is tweede geworden. En ik ga heel rap mijn shaders uitzetten. Ik heb mijn shaders ondertussen uitgezet, daardoor werd ik er meteen vanaf gegooid. Dat was een beetje jammer, maar dat maakt helemaal niks uit. Zo meteen doet Holland Wallet tenminste wel, anders doet Holland Wallet niet. En dat zou zonde zijn, dus vandaar dat ik even die shaders moest uitzetten. Maar ja, dan heb ik één minigame minder gewonnen. Ik heb sowieso al 3 punten in de pocket, dus met die 3 punten komen we hopelijk een stuk verder. Komen we niet verder, dan komen we niet verder. Met die 3 punten, die zijn wel al in de pocket. Senne die leeft nog, we zitten nu hier bij Senne mee te kijken. Dat was dus ook de kijker waar ik het net over had. Kom op, Senne, een beetje opletten. Je kunt het. Kom bij de top 3. Net zondje was je ook derde. En dan heb je weer een puntje erbij. Dan heb je in totaal 2 punten. Als je derde zou worden. En nee, dat was Senne, helaas. Nou, dan gaan we hier eens even kijken. Tussen de battle van... Wauw, die namen zijn niet uit te spreken. Oké, nou, kom op jongens. Let's do this. En die is eraf. En die is er bijna af. Die is er ook af. De battle tussen de laatste 2. Huh? Waarom ging die er net niet af? Het lijkt erop dat hij niet... of je geen... Hoe heet het? Krijgt geen... Nee, hij krijgt geen smash damage. Zie je? Hij is aan het hacken. Hij hackt. Dat is 1 ding wat zeker is. Anders had hij hier nooit op de puntje kunnen staan. Kijk, hij krijgt helemaal geen damage. Hij heeft 100% zeker anti-knockback aanstaan. Dit was gewoon echt vals. Dit was gewoon vals. Maar dat maakt niks uit. Ik sta op dit moment op een derde plaats. Zo te zien. Ja, ik sta derde. En dan gaan we. En hup. En hup. Sakkerip. Nou, de eerste checkpoint is binnen. En we gaan nu naar de tweede checkpoint. Oh, verdorie. Dit ging nogal fout. En dan gaan we. Het parcours. Ik ben heel slecht in parcouren, zoals jullie al weten. Oh, dit parcours, daar ben ik echt super slecht in. Kom op, let's do this. Ik heb er alle vertrouwen in. Dit moet goed gaan. En waarom mis ik elke keer die sprong? Tweede, dit kan nog. Nou, nee, dit Mission Impossible. Ik weet niet waar ik mee bezig was. Sowieso geen top 3, maar dat maakt ook helemaal niks uit. Oké, het is voorbij. Dat betekent dat ik geen derde plaats meer sta, maar dat ik naar een vierde of vijfde plaats ben gegaan. En voor deze minigame moest ik naar mijn shaders uitzetten, waardoor ik dus net 1 keer al eerder afging. Maar van de andere kant maakt niks uit. Hier zo langzaam staat trouwens Senne. Gezellig. Ik ben benieuwd hoe die het gaat doen. Hallo. Yay. Even meedansen inderdaad, had ik ook gedaan. En we gaan beginnen. En de eerste is goed. De eerste 3 punten zijn binnen.
Here we go. Hier gaat iets fout. Ja, nee, hij is goed, hij is goed, hij is goed. En daar gaan we. We staan nog steeds tweede. En dit gaat ook goed. Nee. Ik heb een verkeerd blokje neergezet. Verdorie, daar mis ik mijn punten. Voilà, die hebben we wel. Dit is wel een hele lange reeks. Nu, oh damn, nu weet ik niet meer waar. Zou dit goed zijn? Volgens mij is hij goed. Ja, ja, hij was goed. Die daar, die hier. Oh, dit gaat... Hoeveel was ik? Derde? Krijgen we er één ster bij? Betekent dat we op 4 sterren zitten. We kunnen nog winnen. We hebben nog 2 minigames te gaan volgens mij. Ja, want dit is 6, 7, 8. Nee, dan krijgen we er nog 3, denk ik. Weet niet precies. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu volop daar naartoe rennen. Eens even kijken of we dat dood of snel kunnen gaan vinden. Ik loop meteen verkeerd. Foei spin. Dat doe ik, dacht ik van die. Oh, er is al eentje dood door een spin. Ik ben er heel dichtbij, zoals we kunnen zien. En tweede. Ik heb punten gepakt. 2 punten binnen. Dat betekent dat we op 6 punten komen te staan. Dat was een tweede plaats, denk ik. Tweede of derde. Sowieso. Ik ben heel benieuwd. We gaan eens even kijken of we iemand hier ergens nog zien. Ik zie helemaal niemand lopen, joh. Een beetje jammer. Waarom zie ik ze nu niet lopen? Ik snap er helemaal niks van. Ik dacht dat ik mensen kon zien lopen, maar blijkbaar niet. Ja, een tweede plaats kan je zeggen. Dat betekent 6 sterren. Ah nee, dat is nog net geen top. Maar nu krijgen we een van mijn favoriete minigames. Een soort van touwtjes preggen. Maar Sally komt gezellig langs te staan. Hallo. En daar gaan we. Het is nu of het is nooit. Dat is 1. 2. 3. 4. 5. Het gaat nog goed. 6. Oké, opperste concentratie. Dit mag niet fout gaan. Als ik nu tweede word... Nee. Nou, dan kijk ik fout is. Die ene kleine fout. Ik maakte pronk een double jump en dat was niet de bedoeling. En we zijn tweede geworden. En dat betekent dat ik nu een tweede plaats heb. En nu gaan we dus voor mij eigenlijk een van de minst goede minigames doen. En dan ben ik heel benieuwd. Oké, we krijgen bovenaan... Hout, steen... Volgens mij zat hiernaast een spons. En cobblestone. En dit bedoel ik, daar maak ik hier zo slecht in. Ik weet niet, nee! Oh, Senna was derde geworden. Waar hou ik mijn tweede plaats? Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. En ik heb een tweede plaats gehaald. Ik heb terecht... Is dit straight toch? Yes, een tweede plaats gehaald. Ik zou zeggen, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Sander, bedankt voor het meespelen. Het was leuk dat je even mee hebt gedaan. En dan hopelijk tot de volgende keer.